Hallo, mijn naam is Björn Mulderhoek. Ik ben arts voor orthopedische geneeskunde. En in deze video wil ik wat meer uitleg geven over de factoren die negatieve invloed hebben op het resultaat van prolotherapie. Of op de genezing als reactie op prolotherapie. Laten we beginnen met medicijngebruik. De nummer 1 medicijn wat absoluut niet samengaat met prolotherapie zijn ontstekingsremmers. Diclofenac, ibuprofen, naproxen, Artrotec, Aleve, nou, zo zijn er heel erg veel, of Voltaren, heel erg veel van deze verschillende merken of verschillende producten, ontstekingsremmers, NSAID's zijn er te koop. Maar wat het zijn, ontstekingsremmers, dat zijn letterlijk ontstekingsremmers. Dus de reactie die wij opwekken bij de patiënt door gebruik of door behandeling met prolotherapie, is een ontstekingsreactie. Een ontstekingsreactie is een genezingsreactie. Een overmatige ontsteking, dat is weer een heel ander verhaal, dat is slecht. Maar een ontsteking die gedempt wordt als reactie op een letsel, dat is eigenlijk ook niet al te best. Ja, want je dempt gewoon de lichaams-eigen genezingsreactie. Dus diclofenac, dat soort dingen, absoluut niet aan te raden tijdens het gebruik of tijdens het behandeltraject van prolotherapie. Andere ontstekingsremmers, bijvoorbeeld die mensen slikken of mensen moeten geïnjecteerd krijgen bij reuma, dat is ook geen goede combinatie met prolotherapie, want ook deze medicijnen onderdrukken de respons die we juist willen opwekken in het lichaam. Dus behandeling met prolotherapie om echt een ontstekingsreactie op te wekken, wat de klassieke prolotherapie eigenlijk is. En dan heb ik het niet over neuroprolotherapie. Maar bij prolotherapie is het zo dat het dan eigenlijk teniet wordt gedaan, het effect van de behandeling. Dus dat de genezing niet extra te bevorderen is bij mensen met reuma. Een ander iets wat ook een slecht effect heeft op de natuurlijke genezingsreactie is roken. Roken, daar weten we dat deze mensen die genezen ook gewoon minder goed. Door het roken zelf, de vaten die worden nauwer, dus er komt minder bloed naar het letsel, naar de aangedane structuur. Dus minder zuurstof, minder voedingsstoffen, minder reparatiecellen. Dus deze de reactie van het lichaam op prolotherapie, de genezingsreactie, zal in deze mensen die veel roken of die regelmatig roken ook zwakker zijn. Mensen met een slecht dieet, mensen die weinig bouwstoffen binnenkrijgen, mensen die weinig eiwitten, weinig vetten en weinig koolhydraten binnenkrijgen, wat eigenlijk tegenwoordig niet zo heel erg veel meer voorkomt. Maar in ieder geval mensen die anderzijds ook slecht eetpatroon hebben, die kunnen ook soms langzamer genezen. Het zijn mensen die minder snel resultaat hebben op de behandeling. Simpelweg omdat het lichaam gewoon niet de bouwstoffen heeft of niet de juiste energie krijgt om zo'n energievretend proces, wat eigenlijk een genezingsreactie is, om dat genoeg te kunnen ondersteunen. Mensen dus die met een slechte hormoonstatus, waarbij de hormonen eigenlijk in de war liggen, die hebben zien we ook wel eens bij, dat deze ook gewoon langzamer genezen. Dat deze mensen ook niet even sterk of even vitaal of even krachtig kunnen reageren op behandeling met prolotherapie. Leeftijd, hoewel dat wel deels meespeelt, is niet een factor. Hoewel veel mensen dat wel denken, is niet een factor dat een heel erg grote invloed erop heeft. Als iemand wat ouder is, laten we zeggen 70, maar voor de rest nog wel gezond is en actief is en niet rookt en een goede hormoonhuishouding nog heeft en een goed dieet heeft, dan kan zo iemand nog prima behandeld worden, een prima reactie hebben op de prolifatiebehandeling of prolotherapie, beter gezegd. Hoewel iemand die misschien wat jonger is, maar aan allerlei andere factoren niet voldoet, dat die het soms wel moeilijker heeft om te genezen, om te herstellen van de behandeling. Dus leeftijd speelt deels mee, maar niet gigantisch veel. Dus dit waren kort een aantal factoren die het succes van prolotherapie wel eens in de weg staan of het succes van prolotherapie wel eens willen verminderen. Het belangrijkste is ontstekingsremmers, medicijnen. Voor de rest leeft dat valt niet mee. Slecht dieet, slechte hormoonhuishouding en mensen die roken, dat is ook geen goed idee. Dankjewel voor de aandacht. Voor meer informatie kijk op onze website. Maak een afspraak of kom naar de informatieavond. Hoop ik u snel te zien. Mijn naam is Björn Mulder van drmulder.nl.